Good seeing you guys are doing up here. Yeah, we having a good time? Are you guys getting hot? Me neither. Well, sure is great. I've only been to Holland one time, but this is my favorite time. It's been about 10 years since we've been here, so I have a question for you, EO. Do you feel like getting loud? That's not bad. I think we can be a little bit louder. EO, do you feel like getting crazy? All right. That's more like it. One more time. EO, do you feel like a monster? Let's see those hands. It's inside of me. I never let you see. I keep the cage, but I can't control it. Stay away from me. The pieces are
Hey yo, we've had such a great time. We are Skillet. Thank you so much for coming out and letting us come to your country. We love you. Two things. Number one, Skillet has a brand new album coming out in June. It is called Rise. Thank you. Don't forget about it. I love you. Ha 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 ha. Love ya. Number two, Skillet is going to be coming back to Europe October, November of this year. I hope to see some of you guys. We're going to be playing with Nickelback on tour. I want you guys to come out and say hi to us, all right? We got one more song for you. Yeah.
laatste band ooit in de 39 edities van de EO Jongerendag was. En volgens mij ook een van de stoerste drum chicks die je ooit gehad hebt, of niet? Klein vraagje, zouden jullie meer schreeuwend willen? Aanstaande zondag is er een televisieuitzending van Nederland Zingt. En... nee hoor, dat is een grapje. Maar volgende week zaterdag, dan is op Nederland 3 een muziekspecial over alle artiesten die op de EO Jongerendag hebben opgetreden. En dan kun je ook meer Skillet zien. Ik ben namelijk bij John thuis geweest. In Chicago. Ja, dat was erg leuk. En Annemar heeft Trinity geïnterviewd en ik heb de CDR One geïnterviewd. Wordt een hele leuke muziekspecial volgende week, zaterdag 8 juni, op Nederland 3. 8 uur. Dan heb ik nu een paar tweetjes. Had ik beloofd aan het begin van de dag dat ik eventjes een paar tweetjes zou voorlezen. Het is gelukt hoor. Hekje EOJD is zo'n beetje de hele dag trending geweest. Dus dat is wel erg leuk. Applaus voor jezelf. Nienke van der Molen die twittert: wat nou sportschool? Wij hebben de EO Jongerendag. Nienke, je kunt ook een abonnement nemen op de EO Jongerendag. Moet je verlid worden van Biem. Sander Wassink 1, dus niet te verwarren met Sander Wassink 2, maar Sander Wassink 1, die twittert: Manuel, Anja Jongeburger, die zit in het Gelderdoom en ze is jarig vandaag. Nou, daar kunnen we wat aan doen, toch? Even wachten, even met z'n allen. Er zijn namelijk nog meer jaren. Ik heb wat mailtjes gekregen de afgelopen tijd. En er kwamen net wat mensen naar me toe. Sharon van Loo, die is vandaag 18 jaar geworden. Komt uit Oosterwolde. Robin de Jong, die twitterde dat hij jarig is. En dat zijn feestje op de EO Jongerendag een beetje uit de hand begint te lopen. En dus Anja Jongeburger. Dus laten we even met z'n allen zingen. Jij bent ook jarig? Echt waar? Nou, gefeliciteerd. Zingen we ook voor jou. Even met z'n allen. Lang zullen ze leven, lang zullen ze leven. Achteraan ook, hè. Hyper de piep! Hyper de piep! Hyper de piep! Nou, dat doen we dan 18 keer en 21 en... nee. Ik heb nog meer tweetjes. Nou, laat ik het er maar eentje houden. Via hekje EOJD kwam er nog eentje binnen. Even kijken hoor. Jesse, ik hou van jou. X anoniempje. Wie zou dat nou getwitterd hebben? Shit, dat zou ik ook voorlezen, maar dat heb ik niet opgeschreven. Dus dat is een beetje dom. Nou, dat blijft dan anoniem. Goed, je kan natuurlijk nog steeds je foto's en je video's doortwitteren. En dat komt allemaal te zien. Als je dat doet, dan kun je het allemaal terugvinden via hekje EOJD. Na het skillet is het even tijd voor een rustig momentje. Rico die vertelde...